Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Dit is met Joris jouw weekend in. Het is er tijd voor. We gaan back to the old days. Maar dan in een nieuw jasje. En ook gewoon iets wat een beetje happening weer aan het worden is. Het heeft namelijk te maken met het volgende. Just Believe. Met Jolanda Beuf. En nou hoor ik je denken van, waar ga je het dan over hebben? Maar goed, Jolanda, goedenavond. Ja, goedenavond, Joris. Ja, ik zei net al over dat, dat iets ouds wat een beetje verplicht was bij gym. Wat die mensen vrijwillig gaan doen en wat weer helemaal happening is, hè? Ja, dat klopt. Dan hebben we natuurlijk over... Nou, wat zou het nou zijn, hè? Ja. Nou, dat is dus touwtjes springen en hula hoepen. Ja. We hebben natuurlijk vorig jaar al een beetje een... dat de hula hoep weer terugkwam door het meisje die in dat bekende programma de hula hoep deed met de lichtjes en de dingen. En iedereen massaal aan het hula hoepen. Dus ja, dat is natuurlijk ook... hula hoepen is gewoon ook goed voor je, zeker als kind ook. Dat je lekker een strakke buik krijgt ervan, je bent lekker in beweging. He, je verliest ook een beetje wat vet door te bewegen. Een beetje core training noem ik het ook wel. Ja. Wij doen het ook wel vaak in een training dat we het 1 minuut doen... om even lekker die heupen los te maken. Dus dat is nummer 1. Maar ja. Hoe is dat weer begonnen dan? Tuurlijk, weet je wel, nu je het opnoemt, denken mensen... oh ja, nou, dat is echt wel goed. Maar ik vind het zo apart dat misschien iemand bij zichzelf wakker wordt... en denkt van, nou, weet je wat, ik wil er wat mooier uitzien. Ik ga hula hoepen, ik ga touwtjes springen. Ja, weet je, ik zou dat niet gelijk bedenken, maar... Nou, weet je, hula hoop ligt eigenlijk standaard bij een kinderwinkel klaar. Hè? Dus als je voorbij loopt, zie je de hula hoop zal hangen. Dus dat zal altijd wel blijven. Ja, en trends zijn er ook weer gemaakt door mensen. Ja, dat zoals is dat meisje dan vorig jaar in het bekende, volgens mij was Holland Got Talent. Dat je dan ziet dat zij enorm meegaat naar die finale toe. Ja, mensen gaan het allemaal doen, want iedereen wil dat, hè? Ja. Dat is juist het leuke. Ja, het is ook een sportieve vorm voor kinderen. Ze lopen het met elkaar te doen. Ja, het is tevens gelijk een hele leuke beweging. Je kan het op muziek doen, je kan het met elkaar doen. Dus ja, het is ook een beetje het begin van het sporten, noem ik het maar. Maar, als ik, weet je, ik hoor je niet zeggen het begin van het sporten. Ik weet dat jij ook small group training doet en zo. Neem je dat soort dingen daar dan ook gewoon mee? Of wordt het ik doe het wel. Ik vind het ook heel erg leuk. En, hoe reageren mensen daarop? Ja, die vinden het geweldig. Ik heb iedere keer weer... we hebben nu sinds 2 weken de foamrollers er weer bij. Daar gaan we het andere keer over hebben. Ja. Ja, en hoeveel effectieve kreet ik al krijg van... wauw, nou dit heb ik echt in een jaren niet meer gevoeld. En ik denk, oké, het is dus heel positief voor mensen om ook te kijken... wat past er bij een mens? Training, sommige mensen houden totaal niet van saaie training. Dus ja, je gaat toch ook steeds zoeken. Ik krijg natuurlijk door dat ik fitness-expert ben bij Sport in Holland en het bij jou zit met Just Believe, krijg ik natuurlijk ook veel dingen aangereikt van mensen van, goh Jolanda, wil je dat een keer proberen? Hoe ervaar jij dat? Weet je, en dat is natuurlijk ook heel erg leuk. En daar maak ik graag gebruik van. Ja, maar ik zit er nog, kijk, bij jou werkt het heel goed, hè? Hoe werkt het in de rest van Nederland? Zijn er ook echt gewoon, moet ik me voorstellen dat afdelingen van grote bedrijven gewoon 's ochtends voordat ze beginnen een soort ochtendgymnastiek doen en met z'n allen een beetje lopen te touwtjes springen? Of is het toch nog een beetje klein, maar wel opkomend? Nou kijk, touwtjes springen is natuurlijk voor de meesten iets serieuzer. Ja. Omdat touwtjes springen, ja, daar kan je natuurlijk een complete training van maken. Maar je kan het ook als opwarmen gebruiken. En weet je, want je verbrandt eigenlijk, laten we zeggen, per 10 minuutjes 130 calorieën. Ja. Nou, hoeveel calorieën mag een mens op een dag eten? Dan kunnen we dat helemaal weer gaan uitdiepen. Maar touwtjes springen is best wel pittig. Ga maar eens een keer touwtjes springen. Als ik het hier 1 minuutje small group doen, nou, dan staan ze al van wow, dat is lang geleden. Nou, dan kan je een combinatie maken. Je kan zeggen van 10 minuten snel of 10 seconden snel, 10 minuten rustig. Weet je, dus met een touwtjes springen kan je ook een hele volledige training neerzetten. Ja, en dan is het net van wat jij fijn vindt. Ga je op vakantie, heb je geen tijd om hard te lopen. Je pakt je touwtje en je gaat buiten staan springen. Ja. Heb je toch een beetje een soort cardio training. Wat grappig.
Ja, leuk hè. Maar is het nou ook vooral vrouwen die doen of zijn mannen ook heel enthousiast nee, daarin? Nee, nou, ik, vriend van ons, Jeroen, die is er echt helemaal lyrisch van. En die heeft het ook gewoon, weet je, als je veel op reis bent en je bent gewoon veel weg, dan ga je een alternatief met elkaar zoeken van, oké, ik heb weinig tijd, dus, nou, wat ga je doen? Nou, neem een touwtje spring mee, ga daar je warming-up mee doen en breid hem iets langer uit. Voor je conditie. En daarbij werken we dan heel veel met kettlebells. Daar gaan we ook nog een keer over hebben. Ja. Dus we proberen trainingen dan wel optimaal te benutten voor mensen die op vakantie gaan. Maar ook als je even weinig tijd hebt. Weet je, net zoals dat we de filmpjes maken voor de mensen. Met de oefeningen, de trainingen. Dat mensen ook echt zeggen van, gooi je lang. Het is zo leuk, het is maar 5 minuten. Maar wauw, wat voel ik me eigenlijk goed. Heb je 10 minuten, doe je het 2 keer. En dat is met touwtjes springen eigenlijk hetzelfde. Heb je zin om even lekker conditioneel bezig te zijn? Pak je touwtje, ga lekker springen. Varieer het, maak er een beetje een hit training van. Weet je wel, dus van optimaal naar minimaal. En wees gewoon lekker bezig. En dat is juist het leuke. Want je kan het overal doen. Je kan het bij mij doen in small group. Maar je kan het ook gewoon thuis lekker in de tuin doen. En denken van, nou heerlijk hoor, even lekker buiten. Ja. Ja. Maar, en hoe moet ik me dat voorstellen? Je bent dan gewoon aan touwtjes springen, maar merk je dan ook, zeg maar, bij mensen die jij bijvoorbeeld dan in je small group training hebt, om daar even een voorbeeldje van te geven, merk je daar op een gegeven moment in de loop van de tijd toch wel verschil van? Van, nou, die krijgt een mooie figuur, of die voelt zich beter, lekkerder. Is het toch iets wat je wat sneller opmerkt of zo? Of? Nou, kijk, small group training is natuurlijk ook gemaakt om heel snel een doel neer te zetten voor mensen. Ja. En daarbij hoort touwtjes springen natuurlijk ook bij. En wat ik zie in mijn groepen is dat mensen hele snelle vooruitgang hebben. Ze beginnen met van, oh weet je, het is allemaal best pittig. En, maar je ziet binnen 2 weken eigenlijk al zo'n vooruitgang. En dat is hetzelfde met touwtjes springen. De eerste keer kijken ze aan, wat ben jij nou aan het doen? En de derde keer dat we het doen, zeggen ze, oh, dit is eigenlijk best wel leuk. Ja. Weet je, je moet er ook weer even aan wennen. Hè? Dat is gewoon zo. En wat ik net zei, voor ieder mens heb je een sport. De een houdt van voetbal, de ander houdt van hockey, de ander houdt van touwtjes springen. Weet je, dus allerlei verschillende vormen van sporten. Je zoekt net zo lang tot de sport bij mensen horen. En small group training is daar dus een hele variatie van. Van conditie, kracht. En daarom heb je ook snel vooruitgang. En daarom ook het touwtje springen. Want dat is ook effectief. Ja. Grappig. Ja, grappig. Ik ben wel heel benieuwd. Mochten mensen die nu dit gehoord hebben denken van, nou, mijn dochter, zoon of dochter heeft ook nog wel een touwtje. Hè, en een paar ga het springen. Lekker doen. Ja, ik ben heel benieuwd. Stuur mijn foto's door. Ik vind het leuk. We droppen het gewoon op de Facebook. Dat is facebook.com/ met Joris. Ja, weekend in. Jolanda, heel erg bedankt. En een heel fijn weekend weer, hè. Nou ja, ik ga lekker genieten van Koningsdag morgen in de Ronde Venen. Ik ben heel erg benieuwd. We moeten allemaal winnen dat het nu Koningsdag heet. Dus we bespreken ons nog regelmatig. En ook programma's veranderingen. We zijn het gewend dat Jeroen afsluit. Dus dit jaar ook niet zo. Ik heel erg jammer. Mag ik wel zeggen. Ja, ik vind het heel erg jammer. Ja. En een heleboel mensen trouwens. Dus een soort ritueel wat je hebt met Koninginnedag, hè? We gaan eerst daarin en daarin, we sluiten af daar. Ja, dat is even weg, dus ik denk dat we morgen gewoon... en Roosje heeft een koningssjaaltje, wou ze nog even zeggen. Toch, Roosje? Ja, en dat heb ik op school gekregen. En die heeft ze op school gekregen, want ze gaat vandaag de koning spelen. Dus er wordt in Nederland volop aan gedacht en gedaan. Nou, en wij gaan het morgen allemaal ervaren. Nou ja, ik wens je heel veel plezier en een heel fijn weekend, hè? Ja, dankjewel, Roosje. Die zegt er altijd. Yes, Belly! Fijn weekend, hè. Doei!